Hadewig liet een veelzijdig oeuvre na dat bestaat uit verschillende genres, brieven, visioenen en liederen. Dat we vandaag over die teksten beschikken, is minder vanzelfsprekend dan het mag lijken. In de middeleeuwse, door mannen gedomineerde samenleving werden teksten van vrouwen immers met argwaan bekeken, zeker als ze niet in het Latijn, maar in het Nederlands waren geschreven en al helemaal. ...als ze over religieuze zaken gingen. De kerk vond namelijk dat schrijven over religie in het Latijn moest gebeuren... ...en dat dit een voorrecht was van de mannelijke geestelijke... ...die binnen de kerk een officiële religieuze scholing hadden gekregen. In de 13e eeuw begonnen echter meer en meer gewone mensen over religie na te denken... ...en er ook over te schrijven in hun moedertaal. Ook vrouwen deden dat in verschillende volkstalen. In het Nederlands schreef behalve Hadewig ook de non-Beatrice van Nazareth teksten over de mystieke minnen. Na haar dood vroegen haar medezusters uit het klooster Nazareth bij Lier aan een geestelijk om een Latijns levensverhaal over haar te schrijven. De biograaf maakte naar eigen zeggen volop gebruik van Beatrice autobiografische teksten. Vandaag kennen we nog maar één kort geschrift van haar, van zeven manieren van minnen. De biograaf vertaalde deze Nederlandse tekst naar het Latijn en verwerkte die in het levensverhaal. De oorspronkelijke Middel-Nederlandse versie is gelukkig ook bewaard gebleven. Beatruis gebruikt mooie beeldspraak om de lezer duidelijk te maken hoe het voelt wanneer tijdens een meditatie de ziel in de minnen de goddelijke liefde wordt opgenomen. En al zo geliek als die vis die zwemt in die wiedheid van der vloed en rast hem in die diepheid, en de, als die vogel die kunlijke vliegt in die hoogheid van der locht, geliekwijz gevul ze hare geest, vriendelijke wandelende in die wiedheid en in die diepheid en die verweendheid der minnen. Of in vertaling, en zoals een vis die zwemt in de onmetelijke ruimte van het water. En rust in de diepe zee. En zoals een vogel die onverschrokken vliegt in de hoge lucht, precies zo beleeft de ziel hoe zij zich vrij beweegt in de wijsheid, in de diepte en in de zaligheid van de minnen. In de besloten context van een klooster konden vrouwen zonder al te veel beperkingen hun gedachten op papier zetten, maar hun geschriften buiten de eigen kring verspreiden. Dat kon alleen maar als de kerk daar een uitzonderlijke toestemming voor gaf. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Hildegard van Bingen, een non uit het Rijnland die leefde in de 12e eeuw. Zij ontving visioenen van God en noteerde die in het Latijn, waarbij ze werd bijgestaan door een monnik. Vervolgens vroeg ze de paus of deze boodschappen van God verspreid mochten worden onder zoveel mogelijk gelovigen. Dat mocht. De paus stond zelfs toe dat Hildegards visioenen werden voorgelezen in de kerk. Maar als een vrouw op eigen initiatief haar leer begon te verspreiden, dan kwam ze in de problemen. Dat was het geval bij Marguerite Porete, een begijn uit Henegouwen die een Franse mystieke tekst schreef, Le Miroir des simples Am (de spiegel van de eenvoudige zielen), en die haar mystieke leer ook nog publiekelijk verkondigde. Toen de bischop van Kamerrijk daar lucht van kreeg, verbood hij haar om haar boek nog te verspreiden. Toen ze er toch mee doorging, werd ze in 1310 in Parijs als ketter op de brandstapel gezet. Alle exemplaren die men op dat moment van haar boek kon vinden, gingen samen met haar in de vlammen op. Toch zijn er enkele handschriften met haar tekst bewaard gebleven. In één daarvan staan achterin brieven van drie geestelijke, die zeggen dat Poretus Milwaar volgens hen wel degelijk de goddelijke waarheid bevat. Maar twee van hen maken daarbij een belangrijke kanttekening. Haar tekst is te moeilijk voor gewone gelovigen en hem verspreiden onder leken kan hen op gevaarlijke ideeën brengen. Iets dergelijks is ook over Hadewi geschreven. In zijn Lof op de Mystica maakt de 14e-eeuwse Brabantse kloosterling Jan van Leeuwen een gelijkaardig voorbehoud over haar werk. Haar boeken zijn door God geopenbaard en haar leer is even betrouwbaar als die van de apostel Paulus, zo schrijft Jan. Maar, zo gaat hij verder, dat wil niet zeggen dat Hadewig's leer automatisch voor iedereen heilzaam is. En hij verduidelijkt dat wie de minnen niet van binnenuit kent, haar teksten niet kan begrijpen. In het klooster waar Jan leefde, Groenendaal bij Brussel, werden Hadewig's teksten zeker wel gelezen. Niet alleen verwijst Jan er in zijn eigen mystieke teksten af en toe naar, ook zijn medebroeder en leermeester Jan van Rusbroek, de mysticus die invloedrijke boeken over de mystieke liefde schreef, heeft zich door Hadewig laten inspireren. We mogen gerust aannemen dat in de kloosterbibliotheek van Groenendaal een handschrift met Hadewig's oeuvre aanwezig was.